Hey, hallo, daar zijn we weer met een nieuwe video en vandaag zijn we in Rusland, dacht ik. Selecteren Max. Vorige keer hebben we Singapore gedaan en nu pakken we Rusland. Ik selecteer alles. Well, hello and welcome to a very special race here today. We have some marvelous machines down on the grid that in just a few moments will be accelerating up to some really high speeds indeed to compete for a prestigious Grand Prix. Nou, het is gelukkig droog in Rusland. 20 graden is niet heel warm, maar dat maakt niet uit. Ik selecteer eigenlijk nooit wat voor weer het zou worden, dus we hebben vaak geluk dat het mooi weer is. Dus het circuit. Nou, DRS-zones. Je ziet dat er niet heel veel hoogteverschil is. We certainly won't be wanting for pure speed. Gaan we even kijken waar we gaan starten. Dat is altijd een verrassing. Vettel is 1, hoor ik al. Nou, de Ferrari's op 1 en 2. Oh, dan kom ik op 3. Dat is behoorlijk hoog. Hamilton, Van Dorn, Alonso, Hülkenberg. Nou, omdat het een korte video, een korte race is, kan je weinig aanpassen aan de auto, dus we gaan gewoon starten. Zet alles open, we gaan een beetje toeren maken. Oh, mijn auto glijdt weg, weer geen goede start. Zo! Hier hebben we een tikkie van de Belg. Ik ben blij dat ik niet gecrashed ben, dat ik gewoon nog door kan spelen. In ieder geval een snel circuit hoor, zoals je ziet. Een lange doordraai. En even focussen op achter me, want... Sainz die houdt zich lekker groot. Probeer de binnenkant te pakken, dat is mooi. Even mijn brandstof terugzetten naar 2, want anders ben ik bang dat ik straks leeg ben. En dat ik helemaal niet kan finishen. Nou, op zich ging de start eigenlijk wel goed. Ik was best wel verrast hoor, want ik gleed weg. Nou, kijken of Perez hier voorbij kunnen. Dat gaat niet lukken. Dat was even een foutje. Nou, Perez zien die auto's hier voor me. Dat zijn dus de Force India of de Racing Point heet het tegenwoordig. Die hebben een Mercedes motor. Dus die kopen een motor in bij de Mercedes. En daardoor zijn ze natuurlijk veel en veel sneller dan wat ik ben. Op de rechte stukken. Kijk of we een beetje schade hebben. Valt mee, want het was net een behoorlijke klap eigenlijk. De eerste keer ook trouwens bij de start. We rijden nu op P8. Dus een lekkere lange doordraai. Deze kan je vol gas nemen. Die auto's die voor me rijden, rijden in principe langzamer. Dus die gaan we gewoon inhalen. Voor me Alonso. Nou, kom op Alonso. Mijn mannetje Verstappen die steekt zijn hand wel uit, maar Hulkenberg die tikt mij toch aan de zijkant, want ik zit op de ideale lijn. Maar dat maakt niet uit, ik heb geen schade, niks.
wat mij nog steeds heel erg verpand is. Ik sta er eigenlijk wel van te kijken, want ik heb toch behoorlijk wat tikken gekregen en hier en daar. Nou, DRS is open. Voor me is in mijn ploeggenoot. Ik hoop dat ik daar geen botsing mee krijg. Dat zou natuurlijk zonde zijn. Ik ben elkaar natuurlijk om te helpen. Nou, het lijkt wel alsof hij heel makkelijk voor mij aan de kant gaat. Want... Nice work. That brings you up the place. Kijk, weer 2-1. Bottas ook voorbij. Alleen de Ferrari is nog voor me. Nou, als je de video van vorige keer hebt gezien, dat was in Singapore. Dan merk je het verschil wel. Singapore was natuurlijk veel smaller, dat is allemaal straatcircuit. En dit is gewoon een normaal circuit. Echt aangelegd voor de races. En dat blijft ook gewoon. Het straatcircuit wordt daarna weer terug omgebouwd naar het gewone wegdek. Zodat er gewoon weer normale auto's kunnen rijden. Nou, weer eentje voorbij. Die ging er gewoon voor, weet je wel. Maakt zich ook altijd, als er een gaatje is, de haken voor. Maar dat was in principe een klein gaatje. Ik hoop dat ik hem hier uit kan remmen. Ja. Nou, en zo rij je in de laatste rondje op P1. Of ik een beetje een gaatje kan slaan met die anderen, dat ze geen DRS kunnen pakken straks. En je soms in die bocht wat je net zag zien van die paaltjes, dat betekent dat je er echt omheen moet. Als je dat afsnijdt daar, dan krijg je straf. Dus ook vaak als je de pitlane in gaat, de pitstraat. Hier rechts zie je hem ook weer het paaltje. Daar mag je totaal niet afsnijden. Maar eigenlijk sowieso nergens. Het kan wel eens gebeuren dat je doorschiet. Dat zien ze nog wel eens door de vingers. Maar normaal gesproken krijg je gewoon een straf. Vooral als je iemand inhaalt. Bij het afsnijden. Dan moet je gewoon het plekje teruggeven. Want dat is niet eerlijk geraced. Hoe het met de brandstof zit, maar dat zit prima. Het loopt zelfs op, dus ik ben goed aan het besparen. Ja, Ferrari zit wel echt heel dicht achter me hoor. Ik moet gewoon even de focus houden. Nu kan ik weer wat uitlopen. Hier naar rechts en dan komen we bij het laatste rondje. Nu. Allemaal vol gas nemen, dat is een lekker recht stuk. En dan moet je hier in één keer vol op je rem. Je moet ietsjes terug zelfs. En dan verder. Dan krijgen we deze weer vol gas. Bocht naar links. Een mooie plek om te zitten in de tribune hoor. Nou, ik heb wel een aardig gaatje geslagen hoor, zoals je kan zien. Het is een race met weinig foutjes. Ja, in het begin wel een aantal natuurlijk. In het begin dacht ik van deze race ga ik niet eens uit kunnen rijden, maar... Ik kon hem nog net uit de muur houden, want het ging echt helemaal schuin. Af en toe hier en daar wat butjes. Maar zoals je kan zien, de auto is gewoon nog helemaal groen. Zelfs de banden zijn nog perfect. Ja, dat is gewoon een mooie race dit. Aan de laatste twee bochten in.
En dan was dit het rondje in Rusland. P1. Absolutely fantastic. It's a brilliant result. Well done. Nou, laten we hopen dat Max het ook gewoon weer gaat doen. Eerste plek. Blijft natuurlijk altijd wel genieten als je voor de televisie zit en Max Verstappen wint. Op de auto staan. Even naar het podium kijken. Kijk, Sako met de Nederlandse vlag op de achtergrond. Bottas en Vettel ook op het podium. Vorige keer in Singapore was het ook zo, alleen op een andere samenstelling was Bottas de winnaar. En zat ik op de derde plek. Nou, champagne hoort erbij natuurlijk, hè. Moving on to the driver. Nou, nogmaals, eindstand. Anthony Davidson, who would you go for? I'm gonna go for Marcus. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Als je denkt van dit vond ik echt een leuke video, doe de duimpje even omhoog. Vergeet niet te abonneren. Kijk even rond op mijn kanaal voor andere leuke video's. In de tussentijd zal FIFA ook wel uit zijn en dan kom ik lekker met wat FIFA video's. En ja, natuurlijk genoeg andere. Ik wil ook vast aankondigen dat eind oktober Halloween eraan komt. En dan gaan we weer iets speciaals doen de hele week. Dus hou dat ook in de gaten. En dan zie ik jullie in de volgende video.